11 november, Sint Maarten, ja. We hebben vandaag Sint Maarten en ik hoop dat het hier ook komt, want ik heb ook snoepjes. Kom dan, goed zo. Kijk eens. Oh, wie is dat? Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede middag allemaal daar aan de andere kant van die scherm die naar mijn vlog gaan kijken. Ja, 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 ja. Het is vandaag woensdag 11 november, Sint Maarten, ja. We hebben vandaag Sint Maarten en ik hoop dat het hier ook komt, want ik heb ook snoepjes. Ja, en ik gooi het gewoon wel allemaal door elkaar zoals ik gewend ben, maar ik pak even... Zo'n blauwe rubberen handschoen van boven en die doe ik dan aan en dan hup, alsjeblieft, alsjeblieft, ja. Ook coronaproof, ja, gewoon coronaproof en anders haal ik, dan moet ik even kijken. Verloren. Nee, dat heb ik hier niet meer. En het is daar bijna af en anders dan haal ik zakjes, boterhammenzakjes. En dan doe ik het daar al in. Ja, kan net zo goed. Maar ja, we zien wel hoe en wat. Ja, oh, koud. Ja. Deur open, deur dicht, deur open. Mary is al geweest. Die bracht me een hele grote zak met wol. Ja, ik moet dat niet. Maar van mijn overbuurvrouwtje hierachter. Die gebruikt ontzettend veel wol. Want die mag heel graag ook haken. Net zoals wat Mary doet. Maar ja, ze heeft ook nog werk en ze heeft ook nog een kindje, dus ze is niet zo asociaal dagelijks bezig dan dat Mary bij wijze van spreken mee bezig is. Want zij heeft nog een dochtertje voor zes, zij heeft nog een man en dan zit ze nou in de nachtdienst. Dus ja, dan heb je wel even wat anders aan je hoofd dan gaan zitten te haken. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Ik ga zo even met de honden uit, want meneer Jack van Jack Pater van Zerlo die komt. Dus ja, dan ga ik ook even opschieten, dan kunnen we de kerstspullen wat overhalen. Ja, dat doe ik het voor. Ik zag wat vliegen en ik zag niet wat. Er ging een vogel voorbij, maar wat voor een vogel. En dan ging Rijka nog als het ware vliegen, die ging als een sneltreinvaart op de bank springen. Oké. Maar ja, doet er niet toe. Lieve vrienden, ik wens jullie een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. De beesten heten Hero Rijka. Nee, dan moet ik eerst eigenlijk met Gandalf beginnen. En die is nog boven, die het ook op bed geweest daarnet. Ja, dus meneertje Gandalf, dat is de oudste. Maar Rijka heb ik eerder in huis gekregen, dus dan heb ik Rijka. En dan mijn nieuwe aanwinst, dat is Elwing, ja. Elwing, hè? Ja, mijn meisje, jij bent Elwing, hè? Ja, daar komt ze. Ah, dat is Rijka, maar die gooit de doos op de grond. Kom maar. Hé? Ja, kom maar, meisje. Kom dan. Goed zo. Kijk eens. Oeh, wie is dat? En wat doet Rijka? Gek, hè? Hoppla. Nou ja, laat maar begaan. En zij gaat voor me leggen. Zij wacht ook keurig af. Dat lieve vrienden, ja, ik zal zelf even naar de wc en neem gelijk mijn jas mee. En dan gaan we wandelen. Ik zou zeggen, geniet van je dag, want het is prachtig mooi weer. Het is een beetje stier. Voorkikker die helemaal goed zien, want er staat er een witte bus voor mijn neus. Ja, van een postorderbedrijf, maar welk postorderbedrijf staat er dus niet op. Hij is blanco wit. Er staat helemaal geen lettertje op. Ja, oké, zijn merk, et cetera, maar dat staat aan de voorkant en de achterkant, dus dat zie ik ook al niet. Nee. Maar in ieder geval, die staat dus letterlijk en figuurlijk echt voor mijn neus. In het prille begin dat we hier al woonden, toen zijn mijn man en ik wel onrot geschrokken. Dat ze bijna, want ik kwam als ook achteruit rijden. Nou, dacht dat we nog even te staan in mijn keuken, weet je. En ik heb wel eens gepest van mijn koffie of zo.
Nou ja, leuk. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, we gaan lekker eventjes lopen. Hé, dames? Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks, lieve vrienden, en we horen elkaar, zien elkaar dan wel weer. Ik zou zeggen, tot dan, doei doei.